vanavond, in de tweede mecenatenavond in Spui 25, spreken Eva Rovers, Schenk Schijen en Arnold Witte over de grootste en meest inspirerende mecenas aller tijden. Mijn lezing is eigenlijk vooral bedoeld om kritisch noot te werpen op de manier waarop tegen patronage aangekeken wordt. En vooral de manier waarop ons huidige idee van wat een mecenas is, dat vaak teruggeprojecteerd wordt op de vroegmoderne tijd. En mijn stelling van vanavond is dat we daar heel erg mee moeten oppassen. En dat als we het hebben over, zoals ik uit zal leggen, een kardinaal in 16e, 17e eeuws Rome, dat we dat vooral niet moeten zien als iemand die met liefde voor de kunst en met liefde voor de kunstenaars dat allemaal ondersteunt met een soort idee dat daarmee een groter goed gediend is. Maar ik wil juist proberen te beargumenteren dat als we het hebben over opdrachtgevers in die periode, opdrachtgevers in de periode vanaf de Renaissance tot het einde van het neoclassicisme, tot 1800 ongeveer, dat we dan juist vaak te maken hebben met mensen die kunst op een hele andere manier gebruiken en waarop het de karakterisering mecenas vaak helemaal niet past. Aan de ene kant, aan de linkerkant, ziet u een stuk, ziet u een fresco wat de heilige Edward afbeeldt, de naamheilige van dus deze kardinaal Odoardo. En aan de andere kant, aan de rechterkant, ziet u een detail uit het cassetteplafond van deze kapel. En daarin is heel prominent in het centrum het wapen van deze kardinaal aangebracht. Dus je zou kunnen zeggen weer, hier gaat het om zelfpromotie. Kunst wordt hier ingezet om de naam van de kardinaal meer cachet te verlenen. En de kardinaal zou zelf van kunst gehouden hebben. Deze schilder was ook een zeer aanzienlijk schilder die bijzonder succesvol was, Domenichino. En het zou hier dus ook weer gaan om iemand die mecenaat bedrijft, die patronage bedrijft, vanuit het idee dat hij kunst wil ondersteunen. Voor 1800, voordat Stendhal zo begint te schrijven over de kunst, omwille van de kunst en de kunst vanuit een esthetisch oogpunt, dat als we kijken naar hoe opdrachtgevers met kunst omgaan, en zeker de opdrachtgevers met een statuur als Farnese, dat die mensen helemaal niet met de kunst bezig zijn. Die zijn bezig met de manier waarop kunst, met een kleine k denk ik, zagen ze dat in die periode vooral een middel was om andere doelen te bereiken. Dus mijn stelling is ook, kardinaal Odoardo Farnese was helemaal geen mecenas. Kunst was voor hem een middel om politieke en religieuze boodschappen over te brengen aan een specifieke doelgroep. En daarmee was het een verlengstuk, kunst was een verlengstuk van Farnese's kerkelijke functies. En geen uiting van enige persoonlijke artistieke interesse of ondersteuning van kunstenaars. Je moet zich voorstellen, de tsaristische Russische maatschappij was zeer rigide. Was een maatschappij waar outsiders op geen enkele manier zich konden manifesteren, zichzelf politiek konden engageren of op allerlei andere manieren in de maatschappij een rol konden spelen. Hè. Behalve als je in dat systeem paste, je was een Russische aristocraat, je was orthodox, dan kon je eventueel in die systematiek een bepaalde rol spelen. Was je iets anders, was je bijvoorbeeld een oud-gelovige, zoals Mamontov was, was je een Jood, was je een katholiek, was je een ander soort buitenlander, was je een vrouw, dan was je niet orthodox op wat voor manier dan ook, dan waren al die die manieren eigenlijk voor je uitgesloten. En de klassieke uitleg om de rol van het mecenaat in Rusland in die tijd te verklaren, wordt dan ook altijd van het perspectief gezien. Het gaat erom dat het outsiders waren die geen enkele andere mogelijkheid hadden om zich maatschappelijk te manifesteren en die via dat mecenaat eigenlijk de enige plek die ze maatschappelijk konden vinden was de kunstwereld en daar gingen ze zich vervolgens volledig laten zien. Omdat Shukin zo vooruitstrevend was en altijd de meest vooruitstrevende werken wilde kopen, maakte hij het mogelijk dat kunstenaars zoals Matisse of Picasso of Bonnard op een veel vrijere manier eigenlijk konden werken. En zijn collectie heeft een heel dubbelzinnig effect gehad. Enerzijds kon de Parijse avant-garde door zijn financiële steun vrij aan het experimenteren staan, zou je kunnen zeggen. Anderzijds leidde het in Rusland tot een blik op moderne kunst die
elders niet te zien was. Want hij zette zijn paleis ook open, hij maakte het openbaar. En het hele weekend konden kunstenaars en liefhebbers in zijn paleis naar die kunst kijken. En daarmee was de Shukin-collectie de belangrijkste verzameling van moderne kunst ter wereld. En Russische kunstenaars van 18 of 19, die hadden dus een blik op de moderne kunst die op geen enkele andere plek ter wereld zo geconcentreerd te krijgen was. Als je de kunst alleen maar zuiver met dat doel gebruikt om status te verwerven, om toegang tot sociale netwerken te krijgen, dan is kunst een ontzettend slechte investering. Het is veel te onzeker. Kunstenaars doen maar wat, die kunnen provoceren, je wordt daarmee geassocieerd. Dan moet er dus iets anders aan de hand zijn geweest. En laten we dan eens gewoon eens kijken naar al die rijke mensen die outsiders zijn en niks aan de kunst deden. Wat deden zij dan? Dus in die zin is die verklaring, die klassieke verklaring die daaraan wordt gegeven, op zijn minst reductionistisch en eigenlijk totaal onvolledig en moeten we naar iets anders zoeken. En waarom niet? Laten we eens als uitgangspunt nemen dat ze dat deden als liefde voor de kunst. Helene Krullemüller heeft precies 100 jaar geleden, 1911, besloten dat zij een monument voor cultuur wilde nalaten. En zelf omschrijft ze het als volgt: dan zou het over 100 jaar al zijn, een interessant monument van cultuur. Een grote les hoe ver aan innerlijke beschaving een koopmansgezin uit het begin der eeuw het zou hebben gebracht. Het zou een museum zijn, zo natuurlijk en levend als tot nog toe niet was vertoond. Oftewel, geheel onbaatzuchtig was het niet. Ze wilde niet zozeer een monument voor cultuur neerzetten, maar ze wilde wel degelijk ook een monument voor zichzelf neerzetten. Het leuke is dat zij in 1932 daarin lijkt te slagen, dat zij Henri Marchand, de toenmalige minister voor cultuur, ervan weet te overtuigen om haar te helpen met het bouwen van dat hele mooie museum op de Veluwe. Maar dat er dan uit linkse hoek ontzettend veel kritiek komt op dit idee dat er overheidssteun wordt gegeven aan cultuur. Het werd, jawel, we hebben het over 1932 gesproken, over rechtse hobby's. En dat was natuurlijk niet de bedoeling. Musea weten niet goed hoe ze potentiële weldoeners moeten bereiken. Zijn ook erg bang voor bemoeizucht, voor schenkingen waar ze niet op zitten te wachten. En aan de andere kant zijn er heel veel gevers die niet goed weten hoe ze bij een kunstinstelling moeten komen. En misschien soms ook nog wel wat last hebben van calvinistische schroom. Hans de Hartog-Jager had het er al over. Ze worden toch nog vaak gezien als patjepeers die vooral met hun geld te koop lopen. Zo willen mensen natuurlijk niet overkomen. Dus er moet iets veranderen. En ik denk dat Helene Krullemüller laat zien hoe vruchtbaar die gepassioneerde gekte van een mecenas kan zijn. Zij zet de gêne opzij, ze zet haar gêne opzij dat ze misschien als patjepeer gezien kan worden. En ze geeft daarmee ruimte aan het geloof in het onmogelijke, in onverwachte samenwerkingsverbanden, in onwaarschijnlijke oplossingen. En daarmee heeft ze ruimte gegeven aan een cultureel klimaat wat echt creatief is, eigenzinnig is, eigenwijs is en vooral zelfstandig is. Het valt op dat jullie twee mecenen allebei avant-garde steunen. Het is inderdaad kunst onder kunst in zekere zin. Is dat belangrijk voor een mecen als in de 20e eeuw? Nou, het is ook status. Je laat zien dat je smaak hebt, dat je visionair bent, dat je lef hebt, dat je dus niet het geëikte pad kiest, maar dat je dus iets durft te verzamelen wat anderen niet durven te verzamelen. Dat je echt op de voorhoede zit. Ja, dat zit aan levende kunst steunen. Zoveel extra wat het je op kan leveren. Op allerlei manieren. Hè. Ook de associatie met dit soort mensen. Niet alleen voor de buitenwereld, maar ook voor jezelf. Hè. We willen allemaal graag naast de jongen zitten die mooi gitaar kan spelen. En deze mensen willen dan in zekere zin ook. Ze willen in het kampvuur naast de jongen zitten die goed gitaar kan spelen. Omdat ze het zelf niet kunnen misschien. Ik denk uiteindelijk dat een groot deel van het cultuurbeleid in Nederland niet zozeer om de kunst gaat, maar om de sociale doelen die daarmee nagestreefd worden.
Zoals bijvoorbeeld, nou kijk, het belangrijkste onderliggende idee van het cultuurbeleid is dat als mensen deelnemen aan cultuur, dat ze daardoor betere mensen worden. Dus eigenlijk wordt esthetiek daaraan ethiek gekoppeld. En dat is een belangrijke ondergrond van het Nederlands cultuurbeleid. Dat is de reden dat de staat daar überhaupt mee begonnen is. Cultuurbeleid is steeds meer een sociaal beleid geworden. En je zou kunnen vermoeden dat als individuen hier meer invloed op krijgen, dat ze dus meer voor de kwaliteit kunnen kiezen. Om dingen die ze daadwerkelijk mooi vinden, in plaats van dingen waarvan verwacht wordt dat ze sociale cohesie bijvoorbeeld bevorderen, om het maar even heel plat te zeggen. Dus je zou kunnen zeggen, misschien dat particuliere mecenassen kunnen zeggen, dit vind ik mooi, dit vind ik kwaliteit hebben, dit vind ik om die reden belangrijk en niet om allerlei andere redenen. Omdat de continuïteit van zo'n muziekcultuur echt ondersteunen, ja, daar heb je een groter verband voor nodig. Daar heb je een partij voor nodig die op de lange termijn kan kijken, die in staat is om een violist 10 jaar te investeren voordat het iets oplevert. Die in staat is om grote ensembles te bewaren die heel veel geld kosten. En dat kunnen particulieren eigenlijk bijna nooit doen. Dus de staat zou eens veel beter moeten kijken naar waar ze nou echt noodzakelijk is. En in plaats van de hele tijd van de ene naar de andere ideologische pingpong te gaan, kwaliteit, sociale cohesie, nou, waar is ze nou noodzakelijk? En dan vrees ik, ik heb soms het gevoel dat ze juist uit de plekken waar ze het meest noodzakelijk is, zich nu terugtrekt. Of in ieder geval daar helemaal niet over nadenkt. Ja.